Richard. Willem. Terug op het, op het honk. Wat voor gevoel geeft dat? Even voor de wedstrijd, hè? Nou, weet je, het is hartstikke mooi als je natuurlijk 3 jaar hier fantastische tijd hebben gehad. Dat je vandaag zo'n wedstrijd speelt. Dus ik heb daar wel de hele week naar uitgekeken. En wij hebben terecht verloren vandaag met 4-1. Dat doet pijn. Dat doet zeker pijn. Maar ja, ik gun ze jullie liever dan andere ploegen. Dus dat. Maar ja, bij ons was de wedstrijd gauw over. Wij hebben gewoon in onszelf al is het lijntje van vertrouwen. En geen vertrouwen is heel broos. Wij kunnen van iedereen winnen. We kunnen ook van iedereen heel dik verliezen. En dat is denk ik vandaag ook weer gebleken. Het was niet goed. Ruimtes lagen open. We hadden geen druk op de bal. Veel ruimte in onze eigen linie, in onze achterste linie. Ja, dan wordt het lastig. Was het eigenlijk na de eerste helft gespeeld? Nou, het was denk ik na die 2 minuten. Want wij beginnen vaak niet heel goed. En krijgen heel vaak kansen tegen in de eerste 5 minuten. Ik denk dat het buitenspel is. De eerste goal. Een momentje. Wil ik nog we gaan morgen rond even kijken. Als Jos de samenvatting klaar heeft, dan gaan we even kijken. Ja, zeker. Maar als je het hebt over geloof, hè, dan word je natuurlijk binnen 3 minuten wordt het geloof uit je ploeg gespeeld. De 3-0 is een uitbal die wij hebben aan de linkerkant. We verliezen de bal, maar rechtsback is te hoog en het is 3-0. Hè, en we schieten iedereen een eigen goal. En nogmaals, Sportlus heeft terecht gewonnen. Hij heeft ook de meeste kansen gehad. Wij hebben niks gecreëerd in de eerste helft. Maar het zijn wel fouten die bij ons echt eruit moeten. Want anders krijg je dit elke week. En dan weet ook iedere ploeg wat ze tegen ons moeten doen. Dus we moeten wel keihard gaan werken. Dus beginnen we maandag maar weer aan. Dus ik vind het leuk om terug te zijn vandaag. Maar we gaan met een klote gevoel weg, Willem. Dat geloof ik graag. Je zit even in een moeilijke fase. 2 weken geleden verloren. Nu weer verloren. Maar Smitshoek gaat er gewoon in blijven, toch? Nee, luister, wij gaan er zeker in blijven. En, het zijn wedstrijden die je op een gegeven moment weer moet gaan omdraaien. Weet je, als je een keertje weer wint, zit het geloof ik aan de andere kant. Zo werkt voetballerij. Je moet elke training die je er bent, moet je het maximale eruit halen. We hebben een kleine selectie. Je had vandaag gezien dat we maar 3 wissels bij ons hebben. Jonge jongens die van een lager niveau afkomen. Ja, dan kost dat gewoon tijd. En dat gaat met vallen en opstaan. Alleen, de naïviteit moeten we eruit halen. En de fouten die we maken, met name aan de bal, ja, daar moeten we beter in worden. Wij wilden vandaag eigenlijk niet voetballen, omdat wij weten dat sporters wachten op het foutje en de druk opzet. Dus het plan was om heel snel de diepe bal te spelen. Nou, dat hebben we de eerste helft zeker niet gedaan. Daardoor verliezen we veel de bal en we krijgen die goal tegen. Ja, weet je, dat moet er dus uit. Als je niet goed bent aan de bal, dan moet je de bal misschien wel minder willen hebben. En dan moet je hem bij de voorste 4 neerleggen. En dan moet je heel hard gaan werken om te zorgen dat als we hem daar kwijt zijn, dat je de druk ophoudt. Nou, dat hebben we vandaag niet voor elkaar gekregen. Nee, vandaag niet. De blik dan toch maar op de toekomst. Even klein beetje terugblikken. In jouw vorige periode stond hier een andere vent. Meestal te interviewen. Toen was ik nog niet in beeld. Hij wel. Ja. Wil je nog wat tegen Dirk zeggen? Nou, ik heb Dirk vanmorgen nog gesproken op de app. En toen zei hij van, joh, je mag alles winnen behalve deze 2. Toen zei ik hetzelfde. Dus Dirk, van harte gefeliciteerd en, met de 3 punten. En ik hoop dat je er weer snel bovenop komt, wat ik vanmorgen ook al tegen je zei. En we gaan elkaar gauw een keertje weer zien. Hey, Richard, hartstikke bedankt en we zien elkaar zo meteen nog in de kantine. Dankjewel.